Van harte welkom bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Dat wij mensen erg kwetsbaar zijn, dat wist ik uiteraard al. Maar afgelopen week werd ik daar opnieuw heel duidelijk bij bepaald. Ik zal verder geen details noemen, maar afgelopen maandagavond was ik op bezoek bij mijn moeder. We hadden een fijn gesprek met elkaar en dronken een kop koffie. Maar tijdens ons gesprek raakte ze in één keer verward. En mijn moeder kwam niet meer goed uit haar woorden. Nou, we belden nagenoeg direct de huisartsenpost met de vraag of er een arts langs kon komen. Nou, de huisarts die kwam langs en nadat zij diverse metingen had gedaan, werd er direct een ambulance opgeroepen. Vervolgens werd mijn moeder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Om kort te gaan, de avond begon heel fijn en gezellig. Maar ik eindigde uiteindelijk samen met mijn moeder en mijn zus in het ziekenhuis. Nou, inmiddels is mijn moeder weer thuis en maakt ze het wonder wel goed. Maar door dit hele gebeuren werd ik bepaald bij een tekst uit Jacobus 4, vers 14. Daar staat: U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Wie van ons weet hoe zijn leven er morgen uitziet? Het menselijk bestaan is zeer onzeker. En Jacobus die vergelijkt ons leven met een damp. En dat roept het beeld op van een nevel die er smorgens hangt, maar in de loop van de dag verdwijnt. De nevel kan op een mooie zomerochtend zomaar komen opzetten en even plotseling weer verdwijnen. Een damp is fragiel, weinig duurzaam en voorbijgaand. En Jacobus zegt... Zo is het ook met ons leven. Het kan in een mum van tijd voorbij zijn. Je kunt het niet vasthouden en je hebt er ook geen grip op. Een bloedstolsel kan een bloedvat in je hersenen afsluiten en je hebt een herseninfarct. Een kleine inschattingsfout van een mede automobilist op de snelweg kan voor jou fataal zijn. En een schijnbaar klein knobbeltje in je borst kan een teken zijn. Van een kwaadaardige tumor met alle range gevolgen van dien. Ons leven, Jacobus zegt, het is als een damp. En we lezen met het oog hierop een belangrijk gebed in Psalm 90, vers 12. Daar staat het volgende: Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Ik kwam vroeger bij een oude broeder en die zei nog wel eens op zijn verjaardag. Elke dag geleefd is een dag dichter bij het slechtste of bij het beste. Kijk dat ons leven is als een damp en dat het snel voorbij gaat, dat is niet het ergste. De vraag is wel, wat is de consequentie, het gevolg van deze wetenschap? Stel dat je vandaag te horen krijgt dat je nog een maand te leven hebt. Waar zou jij je dan nog druk over maken? Mag ik je via deze video drie belangrijke adviezen meegeven? Allereerst is het van belang dat je door geloof in de Heer Jezus Christus weet dat je vrede hebt met God. Dat je weet dat je zonden zijn vergeven. En dat je met Paulus kan getuigen in Romeinen 5, vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wat is dat van fundamenteel belang om zeker te weten? Het tweede wat ik je mee wil geven is, leef zonder geheimen in je leven. Wees een open boek naar de Heere God toe en naar de mensen toe. Zorg dat je leeft met een vrij geweten. In dit verband moest ik denken aan een tekst uit Psalm 32, vers 5, waar staat... Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Here En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Wat is dat ook een heerlijk Bijbels principe. En het derde, het laatste advies... Wat ik je mee wil geven is het advies wat Paulus geeft in Kolossenzen hoofdstuk 3. En dan het eerste vers daar lezen we: "Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit." Dat betekent concreet dat je niet meer gericht bent op jezelf en op de dingen van deze wereld, maar dat je gericht bent op de verheerlijkte Christus. De Bijbel leert in 1 Johannes 2 vers 17: "De wereld gaat voorbij, met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Het is mijn gebed en verlangen dat deze korte overdenking jou helpt om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Dan mag je genieten van het goede en het mooie van dit leven. Daar roept de Bijbel ook toe op. Hoe geweldig is dat? Maar tegelijk kan je dan, hoe je leven ook verloopt, de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Want er is geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor allen die in Christus Jezus zijn. Shalom.